Een voor de oorlog bestaande traditie is in Rotterdam in ere hersteld. Het dagje uit voor de ouden van dagen. Bijna 700, waaronder meer dan 400 oud-havenarbeiders, zullen deze feestdag doorbrengen in Hoek van Holland. De verwachtingen zijn hoog gespannen. De regelmaat van alle dag, meer speciaal van de oude dag, wordt voor één keer onderbroken. Op de boot is er voor elk wat wils. Voor de vrouwen chocolade. En voor de mannen een rokertje. Het kan nu weer. Sommigen dampen al spoedig als een schoorsteen. In Hoek van Holland werd al naar het gezelschap uitgekeken. En ze waren nog niet goed en wel aan land of de heren der schepping gingen een partijtje voetballen. Na de versterking van de inwendige mens volgde geen middagdutje, maar...